Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij de Hot Coffee Show. En zoals jullie allemaal weten, het is Tom en Peters Hot Coffee Show. En Peter, onze grote eindbaas, die is op vakantie in het zonrijke Curaçao. Maar dat wil niet zeggen dat de show stopt, want nee, wonder boven wonder, met de kracht van het internet en Skype is Peter hier. Peter, kom er maar in! Je hebt een duikbril op, je kan niks zeggen. Jongens, welkom bij de cocktailshow. Nee, koffie heb ik gepakt. Oh, goed zo. Ik heb... Zal ik even bewijzen dat ik hier ben? Doe even een rondje snel in je Curaçao-huis. Oh god, de wind. Let niet op de wind. Oh god. Het staat zo. Oh, dat uitzicht, het is mooi, maar het komt binnen met de glorieuze 3 pixels. Wat, zit je op... hoe is het Curaçao'se internet, Peet? Ja, wel oké. Okay. Ja, het is geen Hollands, hè? Nee. Razendsnel van Ziggo. Ja, nee, het is goed hoor. Ik moest de laatste video downloaden van Lennart. Dat is een nieuw programma. Lennart krijgt een eigen programma, leuk. Oh, hè? Is dat de pilot? De Lenny pilot. 1,7 gig. Toen moest ik wel even een halve dag wachten. Een halve dag? Maar... Wat? Ja. Holy shit. Is er inbelverbinding? Nee, dat ook weer niet. Maar goed, het is, weet je... Het is wel heel luxe dat je hier draadloos internet hebt en gewoon lekker naar buiten kan met je laptopie. Dat is... Bemoei ik me te veel met jullie trouwens? Nee, ik vind het meevallen. Je bent wel... Ik heb wel het idee dat je niet 100% ontspant, omdat er toch... Per dag zijn er toch wel iets van 3-4 aanraakpunten op WhatsApp dat je zegt... dit regelen en dat regelen en ja, dat je waar, allemaal mailtjes ook beantwoordt en zo. Maar voor de rest, hey, ik run de site nu. Dus dat is een ding. Hoe voelt dat toch? Machtig. Het voelt ook als compensatie, dat sowieso. Van? Je geringe lengte aan valley. Ja, ja. Dat. Okay. En het is een hele goede openingszin in de kroeg. Ik run een game website. Nou, ik heb er nog nooit heel mee gescoord, ook kan ik je vertellen. Je zoekt het gewoon geluk in de foute kroegen, denk ik dan. Waarschijnlijk. Zullen we een stellingje doen? Jij had er eentje uitgezocht van alle voorgaande Hot Coffee Show stellingen. Bedankt trouwens iedereen voor de reacties. Het was vorige week wat weinig, maar dat kwam ook omdat hij helemaal ondergesneeuwd werd door allerlei andere toffe content. De site staat echt bomvol. Ik run die shit en alles is helemaal wauws. Maar, ja, je hebt gelijk Tom. Ik moet vaker weg, al die content die er nu is. Het is echt veel, hè? Daar heb ik allemaal geen zin in, hoor. Nee, werken doen we niet aan. Scheid. Nee. Er was ook één reactie vorige week, zei iemand, ja, ik wil die Tomb Raider poster achter jullie. Oh ja, die had ik ook gezien, ja. Mensen willen alles wat los en vast zit hier. Ik bedoel, we geven een Xbox One weg en een Collector's Edition, maar nog even en mensen zeggen zo van, hé, wat voor printer is dat? Kunnen die winnen? Ja, geef eens. Thuis kapot. Echt? Oh, moet ik even iets als envelop doen voorkomen? Even kijken hoor, een envelop. Is dat een... Dat is een iPad mini. En dan... Oh. Wauw, wat dus een... De TOS kompas komt eruit. Smullen met sterren. ja, echt, kijk. Smullen met sterren. Kunnen we daar niet gewoon een stelling uitpakken? I don't know. Het is wel iemand. Het is lekkerder met sterren. Volgenspresentatrice en zangeres Nens. Die houdt van tomatentaartje met mozzarella. Lekker hoor. Nee, we hadden de stelling van M. Heide hadden we bedacht. Ontwikkelaars moeten meer gebruik maken van beta's om hun games te perfectioneren. Ja, ik vind hem mooi. En toepasselijk. Mooie stelling. Want er zijn de laatste tijd ook zoveel goede beta's. Weet je, Hitman heeft een fijne beta en alpha gehad. The Division heeft 2-3 beta's gehad. Closed, alpha's ook nog. En we hadden gisteren ook het nieuws al dat Gears of War 4 een beta krijgt ergens in eind of mid-april. Dat is zo vet. Is dat, ja. En wat doet The Division er trouwens goed even tussendoor? Eén klein... Ik moet de review nog schrijven. De video-review staat al online, mensen. Ik moet de review moet nog schrijven, want misschien moet ik eerst gewoon level 30 halen. Maar ik heb het te druk als eindbaas, dus sorry. Maar echt, die game loopt echt als een tiet, inderdaad. Ja. Nou, nice. En er is alleen maar één gevaar. Ik vind die beta's allemaal heel vet, hoor. Maar er is één gevaar, is dat mensen het zien als een demo. Als een... Ja, maar... Er zijn zoveel mensen die gingen zeiken, ook bij de Hitman beta. Van, wat is dit? Het is alleen trainingsmissie. Ja, maar... Ik heb ook een beetje het idee dat, kom op, de demo's zijn ook verdwenen. De beta's, en vooral de multiplayer beta's, zijn ook gewoon de vervanging van de demo. Want wie brengt er nou nog een demo uit? Mag je dan een kapotte game laten zien? Wat? Mag je dan een kapotte game laten zien? Vind jij dat een beta een soort van kapot mag zijn? Wat in principe wel zou mogen, want het is een beta. Het is een testfase, dus tuurlijk, een kapotte beta... Ja, het is een demo met een paar kanttekeningen. Je moet er wel mee kunnen leven dat die game nog niet 100% af is. Want daarom speel je hem, om hem te kunnen perfectioneren. Om de ontwikkelaar een handje te helpen met stresstests en kijken of shit wel werkt. Dat je je feedback doorgeeft. Het is een demo met een soort van
crowdsourcing. Van, je speelt een demo waarbij je ook daadwerkelijk probeert het uiteindelijke product te verbeteren. Dus het, ja. dat is gewoon het ding wat van vandaag de dag of zo. Maar er zijn wel heel veel mensen die zeggen, ja, nu, ik heb de beta gespeeld, was helemaal niks. Want er was framerate drop. Ja, maar dat is natuurlijk wel weer de respons van de gamer. Ja, je speelt een game, je ziet het, of je speelt een beta, je ziet het als een soort van demo. En vervolgens kom je er dan achter van, oh ja, maar het is niet goed geoptimaliseerd voor mijn videokaart, dus kutspel. Weet je wel, het is wel een risico voor de uitgever ook. Zeker een risico, maar uiteindelijk helpt het allemaal eraan om die game beter te maken. Dus ja, op zich is het wel goed. Maar moeten ontwikkelaars het vaker doen? Want de stelling van Michael is natuurlijk van, dus eigenlijk moet elke ontwikkelaar het doen. Ja, dus ook met Call of Duty en zo. Ja, Call of Duty heeft nooit beta's, hè? Nee, heeft hij dat? Nee, volgens mij niet vaak in ieder geval. Maar ik ben voor. Ik vind het wel leuk om een kleine kennis te maken met een game. Ik vind het alleen irritant dat je je level niet meeneemt naar de uiteindelijke game. Dat lijkt me zo'n kleine moeite namelijk. Ja, maar kijk, meestal begin je ook niet met level 1. Ik kan me nog herinneren van de beta van The Division dat je automatisch al begon op level 3 en dan kon je tot en met 7 of zo, weet je wel. Dus zou het ook gek zijn dat als je dan 7 bent, je gaat naar de echte game, dat je begint bij 7 en denkt, maar ik heb 1 tot maar 3 nooit gespeeld. Ik vind alleen mensen die beter spelen, die moeten eigenlijk wel 1 ding doen. Die moeten ook een beetje je hebt vaak dan een formulier aan het eind. Ja, die feedback shit. Geef ons feedback, die moet je dan ook wel geven, vind ik. Ja. Nee, maar dat is het minste wat je kan doen. Je krijgt de game een soort van exclusief te zien in een testfase. Probeer dan ook die ontwikkelaar daadwerkelijk te helpen met die test. Door gewoon je feedback. Ja, nee, dat sowieso. En ook mensen die dan helemaal gaan bitchen op van, ja, mijn videokaart werkt niet goed met de game. En je hebt die beta gespeeld en je zag het daarin ook al. Had dat dan doorgegeven, weet je wel. Dat is hoe je die shit kan voorkomen door gewoon op tijd die feedback door te sturen. Nou, we zijn eruit, denk ik. Zoveel mogelijk beta's. Zoveel mogelijk beta's. Gewoon van alles. Ik doe het niet bij elke game, maar ik speel ze niet van allemaal. Ik wil het soms ook gewoon niet weten. Maar bij Hitman bijvoorbeeld. Bij Hitman heeft het me echt overtuigd om die game te gaan halen. Tenminste, ik heb hem nog niet gehaald, maar ga ik doen als ik thuis ben. Hoe zijn de gameprijzen in Curaçao? Dat weet ik eigenlijk niet. 1000 gulden voor een PlayStation. Dus dat is. Is dat goedkoper? Nee, dat is iets duurder volgens mij zelfs. Oh, okay, ze hebben hier nog steeds guldens, hè? Antilliaanse guldens. Dus dan moet je ongeveer hetzelfde omrekenen als vroeger. Oh, god. Delen er 2 punt nog wat. Hoe zijn de koersen? Ja, dat weet ik niet precies. Maar ik geloof dat het iets duurder is hier dan in Nederland. Nou, oké, dan laat maar. Dan. Het is allemaal Amerikaans, hè? Dus het komt allemaal uit Amerika, want het ligt hier veel dichterbij dan Nederland. Dus je kunt het dus niet eens, als je hier een game koopt, of als je in Curaçao een game koopt, kun je hem niet eens spelen thuis. Het is allemaal toch tegenwoordig region free. Ik leef echt nog in die tijd dat PAL echt een ding was, weet je wel. Van dat je op eBay een spel ging scoren. Ah, kijk wel even goed of het PAL is, straks draait mijn GameCube het niet. Nou ja, maar in Nintendo 64 weet ik nog wel, dan kocht ik een keer een Amerikaanse Turok 2, kocht ik in Amerika. Wat ben je nou, en dan, je lengte aan het opmeten met je? Nee, maar dat was daadwerkelijk die. Nee, dat is die camera niet groot genoeg voor. Maar dat was daadwerkelijk in die doosje, of in die cartridges, was dus de mal anders. Dus hij paste gewoon, zeg maar. Oh, dus je moest analoog, je moest even schuren. Gewoon schuren, een stukje eraf bijtelen. Ja, dat zou je kunnen doen. En dan had het gepast. Dus het was gewoon een analoge defense tegen regioverschillen. Dat was echt vet. Dat is eigenlijk wel vet. Ach, wat ben ik oud. Ja, dat zouden ze nou ook gewoon moeten doen. Gewoon vierkante cd's of zo. Ja, die passen niet in deze. Neem een hoekje eraf. Ja, past niet in je drive. Ja, niet dat iemand nog een drive gebruikt, maar whatever the fuck. Hey, jongens, bedankt voor jullie stellingen allemaal. En ja, reageer deze week ook weer onder deze Hot Coffee Show. Laat weten wat je van deze stelling vindt. En laat een nieuwe stelling achter voor volgende week. We kunnen wel zeggen dat volgende week Marcel in de Coffee Show schittert. Ja, in ieder geval, ik denk het wel, Marcel. En dus we gaan iets van de e-sports behandelen. Want Marcel is natuurlijk onze aangewonnen kracht voor de e-sport nieuws. Hij doet het goed, hè? Hij doet echt tweeten ook en zo. Ja, maar er waren wel even een paar te veel tweets toen hij daar net mee begon. Ja, maar dat weet hij wel af. Nee, het gaat goed. Jongens, we doen tegenwoordig e-sports. Hoe vet is dat? Of in ieder geval, we doen er verslag van. En reageer vooral. Wat vind jij van beta's? Moet je feedback geven? Moeten eigenlijk alle games een beta-fase draaien? Laat het ons vooral weten. En zoals Peter zei inderdaad, nieuwe stelling is altijd welkom. Eentje voor Marcel, eentje voor als Peter straks weer terug is vanuit het tropische oord, wat Curaçao heet. Dan graag. Drop het allemaal. Bedankt voor het kijken. En stay classy.